In Getest zullen wij Emma, Ziva, Jurre en Jamal wekelijks de bekendste seks- en drugsmythes testen. Hoe we dat doen? Door het zelf aan den lijve te ondervinden. Zijn de resultaten positief? Dan is het waar. Maar komt de mythe negatief uit de test? Dan is het gewoon een lulverhaal. En de mythe van deze week is: een vagina ruikt naar vis. Ik heb echt lang gewacht op deze aflevering. Een vagina ruikt naar vis. Ik vind het wel een bijzondere mythe. Want het wordt heel vaak ook als een soort belediging gebruikt, weet je wel. Maar hoe zou jij de geur van jouw vagina omschrijven? Wat een brutale vraag. Ja, ik ben brutaal soms. Ik denk dat ik het zou omschrijven als een soort ijzerachtige geur. Ja, het is een soort parfum van jezelf gemixt met alle sappen en dingen die daarin voorkomen. En dat is vaak heeft een beetje een ijzerige geur, weet je wel? Ja. Vandaag gaan wij voor eens en voor altijd uitzoeken of een vagina naar vis ruikt. Maar voordat we dat gaan doen, like en abonneer eerst even. En heb jij nou ook een mythe die je graag getest wil hebben? Laat het dan even weten in de comments! Emma! Ja, je hebt ze er zeker tussen zitten, maar niet allemaal. Niet altijd, maar er bestaat iets waardoor dat wel kan. Daar kan ik zelf niet over oordelen, want ik heb nog nooit aan een vagina geroken. Ik weet het niet zo goed waar het vandaan komt. Ja, van de realiteit natuurlijk, want het kan gewoon. Een vagina heeft gewoon een natuurlijke geur, niet echt een geur die je kan categoriseren. Elke vagina ruikt natuurlijk anders. Naar je lichaam. De fluid die ze bevat is gewoon zuur, dus dat kan een beetje zuur ruiken. Of ik denk dat vagina's naar vis ruiken. Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Zou kunnen, maar niet alle vagina's. Ik denk dat vagina's naar vis kunnen ruiken, maar niet altijd. Hoe wij de mythe gaan testen. Er zijn 3 modellen aan wiens vagina wij mogen ruiken. Eentje is vanochtend nog gewassen, de ander is al een paar dagen niet gewassen en er is 1 model die een vis in haar onderbroek heeft laten marineren. Aan ons dus om uit te zoeken welke vagina naar vis ruikt. Het is altijd lastig om precies te zeggen waar een mythe vandaan komt natuurlijk. Maar ik hoorde laatst iemand en die zei: een vagina ruikt als een Frans marktje bij zee. En dat is misschien ook wel een goede omschrijving van een vaginalucht. Een beetje ziltig of zoutig. En vandaar misschien ook de vergelijking met vis. Daar staan we dan, Jamal. Ja, time to smell some for JJ. Sorry. Ik klink echt als een foute porno-regisseur elke keer. Maar ja, zoals jij het zegt, time to smell some for JJ. We beginnen bij model nummer 1. Wij hebben geen idee wie van deze 3 de visvagina heeft. Nee. Er is maar 1 manier om erachter te komen. Ja. En dat is door te ruiken. Ja. Begin jij? Echt? Oké. Okay. Je kunt het. Sorry. Oké. Okay. Wat ruik je? Ik ruik een beetje zweetachtig. Maar gewoon wel lichaamsgeur. Het is niet overdreven. Oké, ik ga het even. Ik vind het eigenlijk naar gewassen onderbroek ruiken. Ja, dit ruikt schoon. Wel, hè? Ja, ik denk dat dit de schone is. Oké, dus ik heb het goed. Maar dan moeten we nu nog naar die andere. Oké. Nu ga jij eerst, Emma. Oké. Model nummer 2. Een warme geur, penetrant, maar niet verkeerd per se. Ik ben benieuwd wat jij denkt. Ik ruik, het is een warme geur inderdaad. Een beetje urine, maar een klein beetje achter, licht. Ja. Maar verder inderdaad, ja, ik weet niet, het is niet echt dat ik denk van, oh inderdaad vis of, oké, maar nu? Nummer 3. Ik denk dat deze niet is gewassen. Je kijkt moeilijk. Het was een beetje, ja, ik weet niet, ik kan het niet echt plaatsen, maar het is wel een penetrant geur. Nou, je neemt het er wel van. Ik vind het naar kampvuur ruiken. Echt? Ja! Ja! Naar kampvuur. Is er iemand gaan kamperen? Ik weet het niet. Maar het ruikt wel naar kampvuur. En nu dan? Ga ze allemaal even af. Ga ze allemaal even af. Oké. Ik denk dat ik het weet. Ja? Ik denk... Nee, wacht. Hou het nog voor jezelf. Dan ga ik het ook nog doen. Oké, ga ik ook nog een keer.
Ik denk dat ik het ook weet. Ja? Ja. Om een onaangename geur te voorkomen, moet je vooral geen vaginale douche gebruiken. Want de bedrijven die dat soort douches maken, nou, die spelen echt in op de onzekerheid van mensen met een vagina. En die verdienen er ook geld aan. Het is zelfs zo dat we weten uit onderzoek dat 1 op de 3 mensen die zo'n vaginale douche gebruikt, dat ze juist eerder bacteriële vaginose krijgen, of dat die dat ontwikkelen. En dat ze dus eerder onaangename geurtjes krijgen door het gebruik van zo'n vaginale douche. We hebben lang geroken. Intens geroken. En nu denk ik dat ik weet welke van deze 3 de vis is. Ja? En welke is dat volgens jou? Ik denk deze dame met de blauwe rok. Ja. Ja, ik denk dus deze. Jij denkt de bloemetjesrok? Ja. En waarom? Ja, ik vond deze toch wel iets intensere geur hebben. Sorry. Nee, ja, het is oké. Op hun onderbroek staat zometeen het antwoord. Dus beginnen met haar? Ja. Laat zien wat er staat. Oh, ongewassen, nee. Ja. Ongewassen. Oh, wat erg. Oh. Zie je wel. Oh, nee. Oh maar wat God. Staat er dan op die? Ja. Yay. Yes. Maar wat stond er dan op het 3e model? Ja, de laatste. Laat even zien. Reveal. Gewassen. Ja, die hadden we wel geroken. Ja, die hadden we De gewassen hadden we geroken. Ja. Maar we kunnen dus wel stellen dat het lastig is om het onderscheid te maken tussen een ongewassen vagina en een visgeur. Ja, maar en het laat eigenlijk zien dat het dus wel naar vis kan ruiken, maar het dus gewoon niet altijd zo is. De mythe, een vagina ruikt naar vis, is dus positief getest. De resultaten zijn binnen. De mythe, een vagina ruikt naar vis, is positief getest. Maar niet heel overtuigend. Alleen als je een vagina langer niet wast, komt de geur in de buurt van vis. Dit brengt het totaal op 1 positieve en 1 negatieve test. Volgende week zijn we weer terug met een gloednieuwe mythe.